Vamos, filha. Olá. Is je wat ongehoorzaam? Ja, dat wil ineens niet meer. Kom maar. Hij is wel sterk. Kom maar. Dit is Hannes. Hannelore. Hannes met de hangoren. Waarom toch niet die mak, hè? Nou, ze schijnen dat... Ze hebben geen stinkklieren, dus... Ze zijn bij huis te houden en ze wonen bij ons in de achtertuin, zeg maar. Je mag alleen maar ruiken. Nee, ik doe het wel. Maar hij is net echt de knapste, hè? Jawel, ja? Hij is prachtig. Jawel. Zo dan. Mooie tanden. Mooi koppie. En luistert hij een beetje? Nee. Maar dat hoeft ook niet, hè? Je verwacht niet zoveel van een geit. Als die er is, dan is het wel goed. En ze loopt niet weg, dus... Ze vinden het hier schijnbaar ook wel leuk. En jij hier een kok? Ja, twee. En hoe heette die? Tom Tom. En die oren ook, Tom Tom. Tom Tom en Tom Tom? Tom Tom en Tom Tom. En de knie? Ja, dat is een Franse hangoor. En dan is er nog een mannen? Ja. Foppen. De haan. Is hij minder creatief? Ja. Inbrengwinkel, waar de meesten dus het spul brengen kennen wat ze oer hebben. En dat bloed je dan jou om aan steen. En als het verkocht wordt, krijgen de meesten 25% van de opbrengst is voor hun. En 25% voor uw onkosten en uw goede doel. En het draait op vrijwilligers? Helemaal, op 11 vrijwilligers. Ien man, met zijn harem en zien vrouwen. En is dat wat gezellig? Heel gezellig. Nou, zou ze dat het hier heel gezellig is, maar is dat ik echt zo? Ja hoor, zeker weten. We hebben dat best net zin. Maakt niet uit wat voor weer, storm of regen, of de mensen klagen of niet. Maakt niet uit, het is altijd weer gezellig. Oké. Ja. Waar storen we terug, Albert? Ik ken al, hè? Dit is onze harenmeester, hè? Ja? Die gaat naar het hoofdje. Ah! Je pakt mij verkeerd beet. Afblijven. Maar Albert, dit is niet harem? Ja. 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 Mooi harem, hè? Net mooi, hè? Ja. Hij is ook zo mooi weer met elkaar. Dus? Nee, ik heb wat minder. Oh, mooi. Nou, hoi hè? Hoi! Wij hebben het hier heel leuk, wij hebben het erg druk. Maar 22 oktober kwam Bouw- en Woningtoezicht. En die heeft ons gebouw gecontroleerd. En die zei van, mon, joen, ticht. En net weer hier. Gas afsluiten en wat oorziek je. Dus wij zijn allemaal heel erg triest, want het gebouw verzakt en als het knikt en dat liek het erop, dan knapt alle leidingen, nou, dan wist het wel, dan hebben we een explosie. En dat wil ik net op mijn geweten hebben en de gemeente ik net. Maar je maakt je waai. We met je waai. En dan hebben we van de stichting Scala, hebben wij, daar hebben we onder vallen, maar we in de boerderij voor, van het Sociaal Cultureel Werk, tot 1 september 2011. En dan weten we het net. Dan hopen we dat mensen ons een gebouw skinken en ons helpen het te verplaatsen enzovoort enzovoort. Want geld hebben we net, want we zijn vrijwilligers en het is een ideële winkel. Dus we hebben wel wat geld, maar voor een kwastje verf was net. Maar we hebben in ieder geval, we hebben, tot september hebben we wat. En dat is voor ons heel belangrijk. Brieft het jongen? Ja, ja. Wol. Want ik ben hier van de oprusters en dat was zeer, vooral toen iemand dat zei. Jong, nog hier en dan dicht. Nou, dat is hier dan. Dus er zijn wel wat transies kwam bij deze en ik bij mijzelf.
Want het is toch wel, ja, het is een beetje een deel van mijn leven worden. Meesken, help ons zo gauw mogelijk aan een nieuw gebouw. Dankjewel.